Het industriegebied van Leek. Op de achterkant zie je die scheurpak en we zwaaien nu naar de snelweg toe. Kijk nu op de snelweg. Dames en heren, van harte welkom op de 40ste rommelmarkt hier in Leek. Kijk dan, ga voor de koopjes, ga voor de lekkere hapjes hier. Dames en heren, we zien al het komt het grote getal op in aan de voorkant van de kerk, maar ook aan de zijkant van de kerk natuurlijk. Het stationsgebouw, de halte nu station Leek, was de kleuterschool voor onze kinderen en werd uiteindelijk VVV-gebouw. In 1958 kwam het Rijtuigmuseum naar Leek. In 1959 vond het toenmalige gemeentebestuur, toen waren ze ook al verstandig, dat de VVV Leek best wat ondersteuning kon gebruiken. En dan was het heel dikwijls was het een grote heksenkeet om de auto's die dan nou verkeerd geparkeerd stonden, dan begon de machinist alweer te fluiten. En dan kwamen de automobilisten of uit winkels of uit cafés om de auto's weer weg te zetten. Later is er een parkeerverbod ingesteld, toen werd het wat beter. Maar het was eigenlijk altijd moeilijk. Het was eigenlijk een eenrichtingsstraat. Als de trein eraan kwam, dan kon het tegemoetkomend verkeer, dan moest achteruit. Het moest achteruit. En het moest of stoppen of achteruit. Hè? Of, ja, aan de kant kon eigenlijk haast niet, want hij nam bijna de hele straat in gebruik. En bussen, hoe ging dat toen? De bussen gingen ook achteruit? Of? Die gingen ook of achteruit of die zagen het wel aankomen, wisten het wel en dan stopten ze wel. Zo werkte dat. Brand verwoest eeuwenoude kerk in Leek. Goedenavond. Een uitslaande brand heeft vanmiddag de hervormde kerk in het centrum van Leek vrijwel volledig verwoest. De brand ontstond mogelijk door werk van dakdekkers die bezig waren aan een restauratie.
Niemand raakte gewond. Ja, goed. De brand ontstond vanmiddag rond 2:00. In korte tijd sloegen de vlammen uit het dak. Van het witte monument uit de 17e eeuw bleef niet veel over. Dakdekkers zijn al enige tijd bezig met de reparatie van het dak. Die reparatie maakt onderdeel uit van de totale restauratie van de hervormde kerk. S'morgens was ik er geweest en er was er iemand met dakbedekking aan de gang. En die zou ik vanmiddag even meehelpen. En dan kom ik hier weer. Ik denk, ik hoef niet meer mee te helpen met de brand. Dus ik zei, is de brandweer gebeld? Ja, die was gebeld. Dus nou, voor de rest kon je niks meer doen. Deur dicht laten en wachten. Het is niet te beschrijven, mijn pen. Wij zijn het laatste half jaar bezig geweest met het restaureren van die kerk. En het is bijna af en nou gebeurt dit. De brandweer rukte met groot materieel uit. De korpsen uit Rode, Leek en Marum bestreden het vuur. Dat de kerk in het centrum van Leek staat, maakte de werkzaamheden extra lastig. Het belangrijkste was eerst om uitbreiding te voorkomen. De vlammen die sloegen al uit de kerk. En nou, het bleek eigenlijk al dat dat eigenlijk verloren was. En we hebben direct de inzet gepleegd op de omgeving. Want de kerk staat heel dicht bij de winkels, hè? Ja, op sommige plekken zit het maar 3-4 meter tussen. Dus dat was even precair. De kerk is door de brand voor een groot deel verwoest. Het is nog onduidelijk of een deel van de kerk behouden kan blijven.